In een bedrijvenverzamelcomplex aan de Sluisweg in Waalwijk is dinsdagochtend 5 juli brand uitgebroken. In het pand zijn diverse bedrijven gevestigd. Het vuur ontstond vermoedelijk in een bedrijf waar diervoeding wordt gemaakt. De brand richtte ernstige schade aan 7 verschillende bedrijven. Waaronder een drukkerij, een leerverwerkingsbedrijf, een perserij en een metaalbedrijf. De overige bedrijven in het pand liepen rook- en roetschade op. De brand leverde geen direct gevaar op voor de volksgezondheid. Bij de brand deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Omstreeks 9 uur gaf de brandweercommandant het sein brandmeester. Vandaag een braderie in de Hasseltstraat, maar ook de opening van De Poorten. Ja. Nou, de ondernemersvereniging heeft de braderie georganiseerd voor de opening van De Poorten. Het kwam al een beetje krap uit, want we hebben pas vorige week de sleutel gekregen. En we hebben afgelopen week overgehuisd, maar we willen per se ook die open dag houden voor de wijkbewoners. En het is een gigantisch succes geworden. Er zijn bijna zo'n 10.000 mensen op afgekomen. En waarvan we 3.000 mensen hebben rondgeleid. En allemaal ontzettend enthousiast. En komt dat dan vooral omdat men toch weer wil zien hoe de Hasseltse kerk er nu uitziet? Nou, we zijn ons heel benieuwd, want men weet dat we heel lang gebouwd hebben. Maar men kon aan de buitenkant niet zien wat er gebeurde. En nu de mensen binnenkwamen, zeiden ze, oh, nou zien we het erom dat het zo lang geduurd heeft. En maar is het mooi geworden. Wat komt hier nu in dit gebouw, eigenlijk de Hasseltse kerk? Hè? Nou, wij als Twerren zijn de hoofdhuurder. Hebben onze activiteiten voor kinderen, voor volwassenen, voor ouderen en het opbouwwerk. We geven advies aan de ouderen, we hebben een informatiewinkel. Daarnaast is er een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang, bibliotheek. Jongerenwerk en er is Thebe komt daar met hun kantoor te zitten voor de mensen in deze wijk te verzorgen in de wijk met 35 mensen. En het ROC komt hier een paar lessen geven voor maatschappelijk werk om de theorie en praktijk te matchen. Is daarmee het gebouw optimaal benut, volledig en alle capaciteit ook? Nou, we hebben nog mogelijkheden op zolder die mogelijk ingericht kan worden. Als er meer vragen komen, dat we dat kunnen gaan gebruiken. Maar dat is zover klaargemaakt dat we dat heel snel kunnen inrichten. Maar op het moment hebben we er nog te weinig huur voor om dat te kunnen financieren. Het heet nu officieel De Poorten. Hoezo deze naam? Nou, er is een commissie geweest die hadden 5 namen geselecteerd die gerelateerd waren aan gebeurtenissen of herkenningspunten in deze wijk. En de mensen konden zelf tussen die 5 mogelijkheden kiezen wat ze de mooiste naam vonden. Poorten was één gerelateerd naar het oude kasteel wat hier heeft gestaan. Tweede is gewoon van wij openen de poorten en u bent hier welkom. En dat is met overweldigende meerderheid gekozen door de bewoners. Hoe is dat gegaan? Via internet? Of op? Via de wijkkrant. Met de wijkkrant kon men briefjes invullen om te zeggen van welke naam het mooiste vond. En de poorten, dat was verreweg de meest gekozen naam. Ja, en dan eigenlijk de overhuizing. Het is allemaal wat vertraagd gegaan, hè? Nou, de oplevering had vertraging. Aannemer is nou ook niet helemaal klaar, dus je ziet nog dat er elementen gedaan moeten worden. Maar dat weerhield niet ons om het over te kunnen huizen. We hebben nou alles overgehuisd. De kasteelhoeven, de binding en de paperclip, de andere wijkcentra's zijn leeg. En alle spullen staan hier en wij gaan de komende weken gaan we gewoon inrichten. Zodat we zo snel mogelijk voor de mensen uit de wijk open kunnen. Hoe komt het eigenlijk, die vertraging? Is dat gewoon omdat het langer heeft geduurd om het af te werken binnen? Nou, normaal als je een bouw hebt kun je aardig plannen, want het is seriebouw. Dit is uniek. Je komt verrassingen tegen die meer tijd kosten. Je hebt tegenvallers. Nou, al die soort zaken heeft gemaakt dat het wat langer heeft geduurd. En we hebben ook die wens gehad om die zolderetage in te kunnen richten. Daarvoor is de lift langer geworden. En de levering van de lift duurde ook zo lang, zodat die geplaatst kon worden. Dat alles bij elkaar heeft de verlaten oplevering veroorzaakt. En de bibliotheek is nu ook hier gevestigd, niet meer in de Hoogdorpstraat, hè? Nou, de bibliotheek zat in de Hoogdorpstraat, heeft de afgelopen 2 jaar na de brand en tot nu in een bibliobus rondgereden. Maar die komen na de zomervakantie, heeft men deze ruimte hier ingericht en dan kan men beginnen. Blij met het nieuwe gebouw? Ontzettend blij. Gewoon, ik denk, voor de mensen in de wijk is het gewoon een nieuwe ontmoetingsplek. Vroeger was het dit als kerk, nu is het als wijkgebouw. En ik hoop dat er in de toekomst nog meer voorzieningen aan toegevoegd kunnen worden. Dat mensen hier nog meer naartoe kunnen komen. Hoeveel mensen komen hier te werken, zeg maar structureel dan? Structureel als werkplek hebben dadelijk van de 42 mensen.
van kinderstad met pure speelzaal en basis, buitenschoolse opvang, ongeveer 10 mensen. Bibliotheek 2-3 mensen. En Thewe komt hier met 5 mensen op kantoor en 35 mensen als uitvalsbasis. En dan heb je naast nog het jongerenwerk met ook ongeveer 10 mensen. Is er duidelijk sprake van een concentratie? Want vroeger zaten jullie in de Kasteelhoeve, dat was een veel kleiner gebouw, hè? Nou, het is een concentratie waarbij we wel het wijkgerichte werk blijven doen. Want de mensen bij ons hebben de opdracht gekregen om naast het werk wat men hier doet ook heel veel buiten dit wijkcentrum doen. Want we blijven nog gebruik maken van de voorzieningen die we hebben her en der in de wijk. Van huren van Jong Nederland, we maken gebruik op scholen van ruimtes. Daar waar we kunnen maken we gebruik. Dit is alleen een middel. Was het vandaag ook een beetje feest? Het is toch een beetje de officiële opening, geloof ik, hè? Nee, de officiële opening is pas in september. 9 september is de officiële opening, wanneer alles klaar is. Maar we vinden het heel fijn om het te kunnen presenteren aan de mensen in de wijk. Gewoon te laten zien van wat er van hun kerk is geworden en wat dit als nieuw wijkcentrum kan betekenen. Ja, u gaf al wat reacties, mooi, maar kunnen we daar nog wat uitgebreider over zijn? Wat zijn zo de geluiden geweest? Men was onder de indruk van een stukje architectuur, hè, wat er nog herkenbaar is van de kerk, maar ook datgene wat er toegevoegd is. Natuurlijk zijn er ook wel wat kritische noten over, dit zou ik anders gedaan hebben, dit zou ik zo gedaan hebben. Maar gewoon, mensen waren gewoon echt onder de indruk. En we hebben rondleiding gedaan onder begeleiding en we hebben vrijwel geen wanklank gehoord. Gewoon alle mensen vonden het echt geweldig en prachtig en onder de indruk. En de ruimte is mooi benut. Dat is een mooie afsluiting van de dag. Absoluut. Echt een schitterende dag gewoon, waar met z'n allen gewoon ook daar heel tevreden op terugkijken. En ik hoop dat de wijkbewoner ook ontzettend tevreden is. Als ik zeg gentechnologie, wat denkt u dan aan? Gentechnologie. Nee, daar weet ik niet zoveel van. Zeg maar helemaal niets, gentig voedsel. Nee. Dan denk ik aan manipulatie. Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik daar niet zo heel veel van af weet. Ik weet in ieder geval dat het te maken heeft met het manipuleren ook van voedsel en zo. Weet je wat gentechnologie is? Dat is de modificatie van genen, toch? Gentechnologie en voedsel. Ja, ik bedoel, ik weet dat aan de hand is. En ik denk dat het goede dingen kan opleveren en soms onzin. Ik denk, zoals hier in het Westen, hebben we dat niet nodig. Maar ik denk, als er bijvoorbeeld bepaalde gewassen daardoor in Afrika wel kunnen groeien, zou het misschien voor dat land wel een uitkomst zijn. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Nee, maar laat de natuur maar zijn werk doen. In eerste instantie zou je zeggen, van laat het gewoon hoe het is. Het is toch goed? Het ziet er allemaal mooier uit, het is beter. Maar natuurlijk, de tweede vraag is, waar ligt de grens? En hoe ver ga je erin? Ik heb de indruk dat we alles in de war gooien. Laat het zoals het is. Boer zijn is hard werken, waar je ook op de wereld woont. De functie van landbouw kan wel sterk verschillen. In het ene land worden gewassen voor het voeden van het eigen volk gebruikt, het andere land richt zich vooral op export. Ook de problemen waar de boeren wereldwijd mee te maken krijgen, zijn erg verschillend. Kampen we in Europa met bijvoorbeeld een MKZ-crisis? In ontwikkelingslanden moeten boeren beslissen of ze willen werken met genetisch veranderde gewassen. In principe is er denk ik weinig verschil tussen boeren in Nederland, Europa en in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden is het kleinschaliger en in Europa is het al grootschaliger. Maar het lijkt wel of we hier in Europa dan hebben we een hogere welvaartsstatus als in ontwikkelingslanden.
Maar als je ziet, hier moeten de landbouw ook steeds groter. Schaalvergroting, schaalvergroting. Dus er blijven steeds minder boeren over. Er is veel honger in de wereld. 800 miljoen mensen hebben een gebrek aan voedsel. Het veranderen van eigenschappen van bepaalde gewassen zou hier een einde aan kunnen maken. De voorstanders zeggen dat Gentech helpt voor de armoedebestrijding en de hongerprobleem op te lossen in de ontwikkelingslanden door de hoge opbrengst. Nou, mijn persoonlijke mening is op korte termijn ja, lijkt dat wel zo, maar op langere termijn zal dat tegen hun gaan werken. Genetische manipulatie is dat je in het DNA-kern of chromosoomkern, precies weet ik het niet, maar dat je daar dingen in verandert, zodat een gewas of dier tegen een bepaalde ziekte bijvoorbeeld tegen kan. Dat hij bijvoorbeeld tegen een bepaald insect dan weerstand ontwikkelt of weerstand heeft gemaakt. Dus je verandert zodanig een plant dat er bijvoorbeeld ook een bepaald soort gif gebruikt kan worden, wat dan alleen dat onkruid doodgaat en de maisplant, zoals we hier de mais zien, de mais blijft staan. Bijvoorbeeld als mais genetisch gemanipuleerd is, dat kun je niet aan de kolf zien. Of dit is de kolf. En dit is het zaad wat dan weer gemalen wordt en aan de varkens gevoerd wordt. Dat zie je niet. Genetisch gemanipuleerde mais zal dezelfde kleur hebben waarschijnlijk. Alleen daar zitten dingen in de mais die dan veranderd zijn. En daarvan weten we de gevolgen dan niet voor mens en dier. Want deze mais wordt weer aan de varkens gevoerd. En die varkens, als het goed is, eten wij die weer op. Dus dan weet je niet precies wat de gevolgen op lange termijn zijn van genetisch gemanipuleerde gewassen. Ik denk maar aan allergieën of ziektes die we misschien nog niet eens kennen. Rob Jansen is directeur van NIABA, de Nederlandse Biotechnologie Associatie. Hij denkt dat gentechnologie een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van honger in ontwikkelingslanden. Genetische modificatie voor ontwikkelingslanden vinden we op verschillende terreinen. Je hebt het over milieuvriendelijker gewassen, gewassen met hogere opbrengsten, gewassen die heel erg geschikt zijn voor moeilijke natuurlijke omstandigheden, gewassen met een hogere opbrengst, maar vooral die snelheid waarmee je echt gewassen kunt maken die voor kleinschalige en grootschalige teelten in ontwikkelingslanden echt maatwerkoplossingen bieden. Dat is denk ik het grootste voordeel van gentechnologie. In China wordt aan de zeer verschillende varianten gewerkt. Indonesië is stevig bezig met de katoenteelt, de genetische modificatie in de katoenteelt. De Filipijnen zijn bijvoorbeeld hard bezig met allerlei rijstvarianten. In Zuid-Amerika wordt bijvoorbeeld veel van de veel bekende soorten mais en soja ingezet. Maar ook een land als Kenia is met allerlei nieuwe ontwikkelingen bezig. Je ziet toepassingen die duidelijke voordelen met zich meebrengen voor ontwikkelingslanden. Daar zou ik van zeggen, laat ze die kansen vooral pakken. En ik denk ook dat het heel verstandig is dat ontwikkelingslanden de mogelijkheden van die technologie goed onderzoeken. En ook werken aan op toepassingen van die technologie aan gentechgewassen die speciaal voor hun land echt goede voordelen met zich meebrengen. Gentechnologie lijkt dus een oplossing te zijn. Maar dat vindt niet iedereen. Sandra Schalk is campagneleider genetische manipulatie bij Greenpeace. Zij waarschuwt voor de negatieve gevolgen van gentechnologie. De gentechnologie, vooral de industrie, die belooft echt heel veel. Hè? Gouden bergen eigenlijk. Ze zouden inderdaad honger oplossen. Gewassen die tegen droogte kunnen. Rijst die in ene voorziet in vitamine A, wat een gebrek is. Maar als je dan kijkt naar die beloftes, dan is er dus nog niks van waar. Want ook over die rijst, nou, daar praten we geloof ik al 8 jaar over. En die rijst is er nog steeds niet. Dus de gentechindustrie belooft heel veel. Maar in de praktijk zien we er nog helemaal niks van terug. Volgens Greenpeace heeft genetische manipulatie een negatieve invloed op veel factoren. Voor het verbouwen van gentechsoja is bijvoorbeeld veel landbouwgrond nodig. Hiervoor worden veel bossen gekapt. Maar niet alleen flora en fauna worden de dupe, ook de kleine boeren.
De ervaring met genetische manipulatie tot nu toe kan je goed beschrijven aan de hand van een land als Argentinië. Het is geen ontwikkelingsland, maar het is wel een arm land. En die hebben in 1996 Gentech omarmd. En die zijn begonnen met het verbouwen van genetisch gemanipuleerde soja. Je ziet gevolgen van de gentechnologie voor de kleine boeren in Argentinië. Argentinië bestond uit heel veel kleine boeren die dus op hun eigen land voedsel verbouwden. En nu zie je dat die of verdreven worden of worden uitgekocht. En die trekken dus bijvoorbeeld naar de grote steden waar ze dan maar aan hun geld moeten zien te kopen. Dus heel vaak belanden ze ook in de sloppenwijken. En je ziet dat dus het land wordt opgekocht door hele grote boeren. Want de hele gentechnologie is er ook op gericht om grootschalig te verbouwen. Je moet grote velden hebben met dat ene gewas wat je dan in één keer met dat ene bestrijdingsmiddel kan bespuiten. Maar daar moet je dus wel investeringen voor kunnen doen. Want je moet dus wel kunnen uitbreiden. Je moet machines kunnen kopen. Dus het zijn de grote boeren die dus steeds groter worden, steeds meer land innemen. En het aantal kleine boeren verdwijnt. Maar ook het aantal arbeidsplaatsen neemt af. Want door de gentechnologie kan je dus in je eentje veel meer verbouwen. En heb je dus ook minder arbeidsplaatsen nodig. Dus voor de werkgelegenheid is het ook, die is ook erg afgenomen. De katoenteelt in het noorden van Argentinië is vervangen door gentechsoja. Hierdoor zijn veel boeren werkloos. Aníbal Cabral was katoenplukker, maar zit al 3 jaar zonder werk. Hij is afhankelijk van een uitkering. Ik heb 5 chicos. Ik heb mijn esposa, sowieso. En met 150 kilo moet ik nog leven. Als we met 150 comemos 10 dagen. En dan de andere 20 dagen die ik hier moet eten. En er is geen stad. Armoede in Argentinië is niet veroorzaakt door genetische manipulatie, want er is veel meer aan de hand. Maar genetische manipulatie draagt daar absoluut niet bij tot het oplossen van die honger. Juist doordat bijvoorbeeld kleine boeren worden verdreven van hun land, zie je dat er een trek is naar de steden. En boeren die normaal gesproken dus hun eigen voedsel verbouwden, moeten nu in die steden of bedelen of een uitkering krijgen om dat voedsel te verbouwen. Veel discussies over gentechnologie, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden, gaan helemaal niet over die technologie zelf. Maar gaan over de vraag, is een grootschalige landbouw wenselijk? En welke landen moeten vooral willen exporteren? En hoe breng je de belangen van kleine boeren en van grote boeren in balans? En dat zijn discussies waar het helemaal niet over gentechnologie gaat of klassieke veredeling, maar waar het gewoon over de vraag van de vorm landbouw gaat. Heel vaak worden genetisch gemanipuleerde gewassen gewoon voor export verkocht. Dus dan gaat het al puur alleen om geld en nog niet alleen om voedsel voor de mensen in de ontwikkelingslanden. Vindt u het wel een goede zaak dat Nederlandse boeren in ontwikkelingslanden helpen? Dat ze helpen in ontwikkelingslanden, Nederlandse boeren? Zeker een goede zaak. Ja. Dat is duidelijk. Ik denk dat je de ontwikkelingslanden het beste kunt helpen door de subsidies op de Europese landbouw af te schaffen. Laten ze dat maar doen. Nou ja, de boeren in Nederland hebben toch moeilijk genoeg. Laten ze eerst maar voor zichzelf kunnen zorgen. En de boeren trekken allemaal weg uit Nederland en ze gaan overal anders naartoe. Het lijkt me veel belangrijker dat ze hier de boerenbedrijven in stand kunnen houden. Voor Nederlandse boeren misschien dat ze nog sneller overgaan op ander werk. Dat vind ik niet erg. Dat is ook heel goed voor de natuur. Het zou het misschien wel kunnen oplossen, maar ik weet niet of het de goede, of het de goede oplossing is. Er zijn zoveel andere oplossingen waarvan ik vind dat ze beter zijn, maar dat kost andere landen, kost dat gewoon te veel geld en daardoor wordt het niet gedaan. Maar dan denk je aan? Dan denk ik bijvoorbeeld aan, ik weet bijvoorbeeld dat bepaalde producten uit Nederland voor dumpprijzen gedumpt worden ontwikkelingslanden. Ja. Maar dat wij daarvoor bijvoorbeeld wel hun producten tegen zeer hoge invoerprijzen ingekocht hebben, waar hun slechter van worden. En dan later dumpen wij onze eigen spullen of de dingen die wij dan eventueel over hebben dan ook nog eens bij hun. En dan wordt, dat is voor hun ook niet beter. En ik vind dat de rijkere landen, de ontwikkelingslanden, geen kans gunnen om zelf op te bouwen.
Ja, dat vind ik wel. Ja, dat, maar in wat voor, in welke vorm, dat vind ik niet bijvoorbeeld door geld. Dat is niet mijn manier. Maar ik denk dat door kennisoverdracht dat wel een hele goede hulpbron voor hun is, zeg maar. Oh ja, daar ben ik altijd wel voor. Ja, het lijkt me wel interessant om die mensen daarmee te helpen. Want als je ziet dat er zoveel nog honger is in het land, waar eigenlijk dan minder kan groeien door het mindere regenval, dat denk ik dan wel. Maar ja, ik vind dat wel een goede oplossing. De hulp daar naartoe zeker. In Nederland loopt het allemaal wel, heb ik het idee. Vrijwilligersorganisatie DIO bekommert zich om de gezondheid van landbouwdieren in derde wereldlanden. DIO staat voor diergeneeskunde in ontwikkelingslanden. Dieren zijn voor mensen in derde wereldlanden heel belangrijk. Niet alleen vanwege het voedsel. Voor veel mensen zijn koeien bijvoorbeeld het allerbelangrijkste omdat die trekkracht leveren waarmee ze hun akkers om kunnen ploegen. En de mensen zelf leven dan niet van het vlees, maar vooral van melk en van wat er van het land komt. En dieren in ontwikkelingslanden geven mensen ook een sociale status. Als je een koe hebt, dan ben je iemand. Als je een aantal geiten hebt, dan ben je iemand. De allerbelangrijkste is onze vraag- en antwoordservice. Daarmee beantwoorden we dus vragen die van boeren uit ontwikkelingslanden komen. Wie heeft een brief opgestuurd? Die is aangekomen en deze week hebben. Dat is een vraag uit Zambia. Die man wil graag weten hoe hij een rantsoen in elkaar zet voor zowel kippen, rundvee als varkens. We hebben er wel hulp nodig. Ik ga zo direct ook naar een professor die met varkens bezig is, een docent. Naast de vragenservice financiert DIO kleine projecten in verschillende derde wereldlanden. Een ander project dat we pas geleden hebben afgesloten, dat is het project in India. Waar 125 families geholpen zijn. 100 families kregen 3 geiten en 25 families kregen 1 koe. En een van onze vrijwilligers is in januari daarheen gegaan om het project te evalueren. Het project is opgezet om 125 families te helpen in India, in Zuid-India. Met name was het gericht om vrouwen te helpen. Omdat de vrouwen in India eigenlijk steunpilaar van het gezin zijn. En eigenlijk, zij offeren zich op om voor de kinderen te zorgen. Terwijl je soms ziet dat de mannen veelal het geld aan zichzelf spenderen. Wat duidelijk is, is dat zij in Zambia dat ze een beperkte beschikbaarheid hebben van grondstof. Het lijkt mij een beetje ambitieus om meteen voor de 3 dierspecies te beginnen. Ja. En daarvan diverse. Eigenlijk heb ik de antwoord nog steeds niet. Wat wij nu gaan doen is, ik ga vragen opstellen die mij in ieder geval een beetje verder op weg helpen om de vraag te beantwoorden. Jullie hebben dieren gegeven aan die vrouwen. Hoe belangrijk is dat voor hen? Een dier betekent zoveel voor ze. Niet alleen is het gewoon een financiële vooruitgang, maar ook in sociaal opzicht. Eigenlijk in de maatschappij staan ze heel anders, omdat ze een eigendom hebben. En dat had ik eigenlijk niet verwacht, maar dat is dus ontzettend belangrijk ook voor die mensen. Ze stijgen gewoon heel erg op de maatschappelijke ladder. En het dier zelf, dat geeft ze gewoon een heel belangrijk additioneel inkomen. Dus, ja. En wat ze aangeven is eigenlijk dat iedereen, even uit mijn hoofd, 75% kon in ieder geval 3 maaltijden per dag consumeren. En 25% 2 of meer dan 2. We hadden als doel gesteld om die mensen boven die armoedegrenzen uit te halen. En dat wil zeggen 2 of meer dan 2 maaltijden per dag. Dus in dat opzicht is het project zeker geslaagd. Een DIO bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Dus allemaal vrijwilligerwerk.
En het worden er steeds meer. We hebben op het moment 40 vrijwilligers, waarvan er ongeveer 20 echt actief zijn. Het zijn allemaal hele betrokken mensen die ja, natuurlijk graag naar het buitenland willen, maar aan de andere kant ook toch wel idealistisch zijn. De belangrijkste boodschap van DIO, dat is ons motto: gezonde dieren, gezonde mensen. Want als de dieren gezond zijn, dan zijn ook de mensen gezond. Een gezond dier levert meer voedsel, kan meer trekkracht leveren. En daarbij is het ook nog zo dat sommige ziektes die dieren hebben ook kunnen overgaan op mensen. Dus vandaar gezonde dieren, gezonde mensen. Suiker. In ieder Nederlands huishouden is wel een pak te vinden. Het is een ingrediënt in veel van de producten die we dagelijks nuttigen. Zo'n 25.000 Nederlandse huishoudens zijn voor hun inkomen afhankelijk van werkgelegenheid in de suikersector. Maar achter dit zoete product gaat een enorme regelgeving schuil, die de smaak van suiker voor boeren in ontwikkelingslanden bitter maakt. Ferreato Tamele komt uit Mozambique en maakt zich zorgen over de situatie in zijn land als gevolg van het Europese suikerbeleid. They don't open their markets. They have a lot of instruments to protect that we can't fulfill. In 1968 besloot de toenmalige Europese gemeenschap een suikerregeling op te stellen om de Europese suikermarkt te beschermen. Centraal in deze regeling stonden drie punten: gegarandeerde prijzen voor suiker en suikerbieten die binnen de opgestelde quota vielen. Dat betekent dat ongeacht de prijs op de markt boeren en producenten toch een hoge prijs krijgen. Importbescherming. Op die manier werd het voor producenten buiten de Europese gemeenschap bijna onmogelijk om naar de Europese markt te exporteren. En tot slot, exportsubsidies. De suikerproductie in de Europese Unie is sterk gestimuleerd. Het is een dure producent, maar toch wordt er veel suiker geëxporteerd. Dat kan met behulp van exportsubsidies. De Europese overschotten worden zo op de wereldmarkt gedumpt. Because the European Union is subsidizing those products, it means that it arrives in our countries in a price below the cost, so we can't sell our products. Het Europese suikerbeleid is de laatste tijd steeds meer onder vuur komen te liggen. Hervorming is niet meer tegen te houden. Oxfam International, een internationale ontwikkelingsorganisatie waartoe ook NOVIB behoort, kwam onlangs met het rapport Dumping on the World. Wij laten zien hoe de Europese Unie als een producent met een hele hoge kostprijs toch zo'n grote speler heeft kunnen worden op de wereldmarkt. Een hele belangrijke speler die zijn positie op niet helemaal eerlijke wijze heeft verkregen. Dus zeggen we moeten stoppen met dumpen en we moeten juist de minst ontwikkelde landen meer toegang geven op onze markt. Maar ook de suikersector heeft niet stilgezeten. Het platform Toekomst Suikermarkt schreef twee beleidsvoorstellen over de toekomst van het Europese suikerbeleid. Wij bekijken het niet zwart-wit, waarbij we zeggen dat of de een een toekomst moet hebben of de ander. Nee, wij zeggen er moet een nieuw evenwicht ontstaan waarvoor er voor beide partijen ruimte is en waarbij wij onze continuïteit gegarandeerd zien en dat de arme ontwikkelingslanden ook een basis krijgen voor economische ontwikkeling op het gebied van suiker. De Europese Unie heeft al een grote hervorming van een aantal andere sectoren binnen de landbouw achter de rug. Suiker bleef toen nog buiten schot, maar nu moet er in ieder geval voor 2006 een nieuw suikerbeleid liggen. En dat maakt het politiek tot een haalbare zaak om dat beleid dus echt op de schop te nemen. Op dit moment zijn er enkele opties gepresenteerd om het Europese suikerbeleid te hervormen. Een van die opties is een daling van de prijzen op de Europese markt, waarbij de boeren gecompenseerd moeten worden voor die prijsdaling. De Europese Commissie heeft duidelijk haar voorkeur uitgesproken voor deze optie. Wij zijn bang dat als die prijzen dalen en boeren worden gecompenseerd, dat er alsnog suiker geproduceerd zal worden. En dat die compensatie die boeren krijgen het mogelijk maakt dat suiker nog steeds onder de kostprijs geëxporteerd wordt. En daar moeten we mee stoppen, vinden we. Een andere optie is volledige liberalisering van de Europese suikermarkt, waarbij de markt opengegooid wordt en suiker verhandeld kan worden volgens het vrije spel van vraag en aanbod. What we have been seeing is that, you know, we open market for goods.
Europe and other developed countries, they don't open markets for goods, and they don't want even to discuss agriculture, only products, but in one way from the north to the south. Een volledige liberalisatie in Europa is geen optie, omdat er elders in de wereld allerlei vormen van marktordening zijn. En als je hier het dus eenzijdig opheft, dan blijft het voor de rest bestaan. En dat betekent zonder met een eenzijdig opheffen van de marktordening dat je het vloerkleed onder de Europese suikersector vandaan trekt. En dat is voor ons niet wenselijk. Wij denken ook dat een suikermarktordening een manier is om in ieder geval enige stabiliteit in die markt te creëren. En ook te zorgen dat de productie op de een of andere manier te controleren valt. We hebben met een aantal andere sectoren zien we dat in een hele vrije markt prijzen zo ver gaan dalen dat er maar een heel klein groepje producenten voor kunnen produceren. En dat is een scenario wat wij niet voorstaan. Die marktordening die we hebben, daar zitten hele vervelende kanten aan, maar er zitten ook goede kanten aan en die willen we graag behouden. Ook in het kader van de millenniumdoelstellingen, die inhouden dat de armoede in de wereld voor 2015 gehalveerd moet zijn, is de Europese Unie al met verschillende initiatieven gekomen. Zo ook met het Everything But Arms initiatief. The whole global trade regime is detected by Europe and the United States. We don't have anything to say. And the kind of rules are decided by the rich countries. Die meneer uit Mozambique die zal ongetwijfeld gelijk hebben dat er ongelijkheden zijn. Maar wij denken juist dat er in Europa initiatieven worden genomen om hier veranderingen aan te brengen. Je ziet bijvoorbeeld dat Europa een zogenaamd Everything But Arms akkoord heeft afgesloten. Wat ook voor suiker geldt, waarbij is afgesproken door de EU met de armste ontwikkelingslanden dat zij vanaf 2009 volledig vrije toegang hebben tot deze Europese markt. It's not something that is being negotiated, it's unilateral and that, you know, let's just say that okay, we have this thing for you. Nou zeggen de minst ontwikkelde landen aan wie dat beloofd is. Wij hebben liever wel een kwotum, maar dan voor een redelijke prijs. Dan dat we volledig vrije toegang hebben tot de markt voor een hele lage prijs. Hervormen is dus erg lastig, omdat er veel verschillende belangen spelen. En ook de belangen van de ontwikkelingslanden zijn niet allemaal gelijk. Een groep van 77 landen die verspreid liggen over Afrika, het Caribisch gebied en langs de Stille Oceaan, de zogenaamde ACP-landen, krijgen namelijk al preferentiële toegang tot de Europese markt. Deze ACP-landen zijn over het algemeen voormalige Europese koloniën. Wanneer het na hervorming slecht gaat op de Europese markt, zal ook deze groep daar nadeel van ondervinden. Wij vinden in ieder geval dat als prijzen gaan dalen, en die zullen in ieder geval wel iets gaan dalen binnen Europa, dat de ACP-landen daarvoor gecompenseerd moeten worden. Onlangs zei de Europese Commissie bereid te zijn tot afschaffing van alle exportsubsidies voor landbouwproducten. Maar alleen als andere WTO-landen, als de Verenigde Staten, Canada en Australië dit ook doen. Wij staan daar niet afwijzend tegenover, mits deze aanpassing wordt gezien in het totale geheel van hervorming van de marktordening. En dan hebben wij weer dus de vraag dat in ieder geval de Nederlandse suikersector en de Europese suikersector op de lange termijn een toekomstperspectief heeft. Dus wij vinden dat exportsubsidies hoe dan ook niet te verdedigen zijn en dat die eigenlijk onvoorwaardelijk losgelaten zou moeten worden of afgebouwd zou moeten worden. Maar zover is het nog niet. Het is een stap vooruit, maar wel met addertjes onder het gras en haken en ogen. Hoe het Europese suikerbeleid precies hervormd moet worden, daar wordt nog hevig over gediscussieerd. Duidelijk is alleen dat het huidige beleid op 1 juli 2006 afloopt. Maar of we daarna een schepje suiker uit Nederland of Mozambique in onze thee doen, dat weet nog niemand. That's why I'm fighting for. I have the hope that something can be changed in this world, and I believe that it's possible with equal relations. Dit was Zappen naar de Wereld. Wilt u meer informatie over dit programma? Dan kunt u mailen naar info@lokaalmondiaal.net.